Een paar maanden geleden stuurden we voor de lol een tweet naar Indiegogo met de vraag of we langs mochten komen voor een kop koffie. Nu zijn we een week lang op pad geweest. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die je hier hebt opgehaald in San Francisco? Ja, als je kijkt naar de Clarive Academy, dat het ook gewoon een klein wereldje is. Hè. Ik had verwacht van dat het echt wel een wereld is met heel veel mensen. Maar om een illustratie te geven, we hadden afgelopen donderdag een event over de sharing economy. En vier van de mensen die we ervoor hadden geïnterviewd, kwamen daar weer tegen. Dat geeft ook aan dat het echt wel een heel klein wereldje is. En juist ook inderdaad de extreme die je hebt. En dat is ook wel heel erg mooi om te zien, of interessant om te zien. Aan de ene kant heb je mensen die echt puur vanuit echt de business doen. Die ook heel praten over de waarderingen. De anderen die het meer doen vanuit, vanuit de sociale waarden. Maar alsnog komen ze elkaar tegen op de events. Mm-hmm. Ook wel geleerd dat de vraag is Collaborative Economy here to stay? Absoluut ja. Als je kijkt puur naar investeringen. Er is de afgelopen paar jaar ongeveer 9 miljard geïnvesteerd in initiatief in de Collaborative Economy. Vergelijk met social media, bijvoorbeeld Facebook, Google en dat bedrijven. Dat was een kleine 5 miljard. Dus dat geeft ook een beetje aan de waarde in financiële waarde. Wat er in de Collaborative Economy hier wordt gepompt. Ja. Wat zijn nou de verschillen om te ondernemen hier in San Francisco of in Nederland of Europa? Ik denk eerst de mindset. Hier, op ieder event waar je komt, is eerst de vraag van wie ga je disrupten? En dat is iets wat we gewoon in Nederland gewoon niet kennen. Ik denk, het geeft ook heel erg aan, ook als je kijkt naar Uber, de manier waarop die in Nederland en ook in Europa actief is. Ja, dat kennen we gewoon niet. Die zijn gewoon bezig om eerst een markt kapot te maken en vanaf daar verder te gaan. En dat is iets wat we gewoon niet kennen in Nederland. Dat is denk ik wel een heel erg groot verschil. En daarnaast, als je kijkt vanuit het feit, de ruimte die je krijgt om fouten te maken. We roepen wel in Nederland van fouten maken mag, maar uiteindelijk als je kijkt naar ondernemerschap, als je failliet gaat, dan heb je gewoon een probleem. Vaak voor de rest van je leven. Hier in San Francisco is het veel anders. En toen we ook gesprek hadden bij het consulaat-generaal, kwam ook wel bij mij naar boven. Ja, uiteindelijk, als je kijkt waar is dat ook naar terug te leiden, is ook een stukje vertrouwen vanuit de overheid. Want als regelgeving zo is geschreven, niet vanuit, goh, we vertrouwen jou als ondernemer dat je best doet. En als het misgaat, natuurlijk bepaalde regels, maar we geloven erin dat je ook weer verder wilt. In Nederland ben je gewoon gelijk de sjaak. En dat is wel een verschil tussen hier en in Nederland. Dat vertrouwen wat je krijgt ook vanuit de overheid. Je zei net al dat er sommige mensen zijn die echt vanuit hun waardes werken en het andere echt een doel hebben om een markt te verstoren en zo snel mogelijk te cashen. Zijn er nog andere verschillen in ondernemers hier aan te merken die op zijn gevallen? Ja, sowieso. Als je kijkt naar waarden, dat ze wel heel erg, heel veel, eigenlijk alle mensen die hebben gesproken, wel vanuit een bepaalde waarde of gedachte zijn gestart. Heel vaak vanuit de passie, niet om rijk te worden, maar om een probleem op te lossen. Bijvoorbeeld Danae Ringerman, de founder van Indiegogo. Ja, haar ouders waren ondernemers, maar hadden heel hun leven konden niet verder komen, omdat ze gewoon geen geld van de bank kregen. Toen de financiële wereld ingestroomd, gezien dat het echt nog steeds een probleem was. En toen gedacht, ja jongens, flikker op, ik ga het oplossen. Bij Listia is hier teruggekomen, maar ook bijvoorbeeld bij New Girl Flow van Shareable. Allemaal mensen die vanuit een bepaalde passie en het oplossen van een probleem zijn gestart. Niet van, goh, ik ga een blanco papiertje pakken en ik ga een tof idee bedenken, maar ik heb een probleem en dat ga ik oplossen. En dat is wel iets wat je heel veel ziet hier. Ja, wat daarnaast ook opvalt is puur interviews. Van de 10 interviews die we hebben gehad deze week waren er 6 met een vrouw. In Nederland, van de 10 was het denk ik met de helft met een vrouw. En het is heel erg tof om te zien. En ik weet niet of het echt overal is in ondernemerschap tussen hier en Nederland of puur in de Collaborative Economy. Maar het aandeel van het aantal vrouwen in die Collaborative Economy is gewoon enorm groot. En dat geeft ook wel heel veel vertrouwen, ook richting de lange termijn. Want die zijn ook juist heel goed bezig met het duurzaam bouwen van een initiatief. Dus dat vind ik echt wel een heel erg boeiend verschil. Ja. Nu is de centrale vraag van je zoektocht is de added value of the collaborative economy. Waarde wordt vaak geïnterpreteerd in de financiële zin. Maar hebben we nou ook nog waarde gezien die op een hele andere manier geïnterpreteerd kan worden? Ja, alleen maar zo'n beetje. Dat bijvoorbeeld bij de Wikimedia Foundation. Ja, daar zijn idioot veel mensen samen heel veel waarde aan te creëren zonder dat er geld over tafel gaat. Het is heel erg interessant om te kijken of, hoe kan dat? En daar hebben we wel een paar antwoorden op gevonden, maar alsnog, dat blijft gewoon nog een zoektocht. Maar ook qua waarde in andere soorten currencies, zoals bij Listia, een marktplaats waarbij je gewoon oude zooi met elkaar kunt ruilen. Daar gaat geen geld over tafel, maar Listia credits, gewoon een eigen munteenheid.
En die zijn echt bezig om dus die eenheid als een soort van een bank te regelen. Mm-hmm. Oftewel, als er inflatie is, dan kopen ze weer kwets terug. Daar zijn ze heel erg leuk mee bezig. En als je dat verder doortrekt, bijvoorbeeld ook naar Nederland. Hey, we hebben bijvoorbeeld Peerby, we hebben Connected, we hebben heel veel interessante, toffe initiatieven waar heel veel waarde wordt gecreëerd. Wat nou als je daar een bepaald eigen currency system aan gaat koppelen en mensen op die manier, stel wat jij leert mijn gitaar spelen en jij mag mijn boor lenen. Ik denk dat juist als ook inderdaad die platform meer met elkaar gaan samenwerken met eigen waardesystemen, mm-hmm. dat ze gewoon veel meer kunnen bereiken. Ja. Nu hebben we een hele week rondgesjouwd met 25 kilo apparatuur. Meer. Met een jetlag zijn we begonnen met filmen. Als je terugkijkt op deze expeditie, wat vond je ervan en wat zou je misschien de volgende keer anders doen? Ja, dat is heftig. dat zonder enige twijfel. En natuurlijk aan de ene kant de interviews zelf, hè, 10 interviews gedaan, dat is gewoon heftig. Het voorbereiden, de productie eromheen, het zoeken van een locatie. Soms hadden we opeens geen locatie en moesten op zoek naar een plek waar we wel in terecht konden. Interviews die werden afgezegd, die moesten worden ingepland. Spontane kansen die voorbij kwamen, bijvoorbeeld een sharing event waar we zijn geweest en gisteravond super tof bij de Internet Archive. Ja, uiteindelijk als je er toch bent, pak je die kansen op. Aan de andere kant is het heel lastig om die balans te vinden in de kansen oppakken en ook aan jezelf denken. En ik denk dat in deze expeditie het stukje kansen oppakken toch wel de boventoon heeft gevoerd. Maar ja, zou je het volgende keer anders doen? Ja, ik kan wel ja zeggen, maar ik ken mezelf, dat gaat toch niet werken. Ja. Het is nu moe en tevreden naar huis. Ja. Wat kunnen we daarna van je verwachten? Eerst lekker thuis genieten van het gezin, dat zonder enige twijfel. Januari een manifesto schrijven waar ik echt terugdenken van goh, we zijn nu 10 maanden verder, 90 interviews verder. Was er nu in ieder geval de nieuwe vragen die naar boven komen? Want had ik echt nieuwe antwoorden gegeven, dat gaat toch niet werken. Vervolgens ook verder nadenken van oké, ik heb geroepen, we gaan een documentaire maken, we gaan een boek schrijven. Maar hoe en wat wordt er ook de structuur van? Ik ga ook met Hans van der Loo ook een boek schrijven over leiderschap in de Collaborative Economy. Dus dat is even een apart projectje. Voor de rest alle puzzelstukjes weer in mijn hoofd een beetje proberen te herorganiseren. En ook zelf kijken. Ja, ik ben nu in totaal 2 jaar bezig met Card Expedition. Dat was een mooie. Toen hier waren kreeg ik een ding van LinkedIn van Gommertijn gefeliciteerd met je 2 jaar anniversary of Card Expedition. Dus dat is echt wel een lange tijd. En ja, die handen beginnen ook wat te jeuken om nu ook zelf iets te gaan doen. Niet dat ik Crowd Expedition aan de kant zet en fulltime ergens in ga storten, maar ik ga wel kijken, kan ik op een bepaalde manier, of met een Amerikaans initiatief of met een Nederlands initiatief, betrokken raken. 1-2 dagen in de week, misschien vanuit een adviesrol, maar toch iets meer ook echt het niet lullen maar poetsen op gaan pakken. Top. Het was heel fijn om met je mee op expeditie te zijn. Tof. Tot de volgende keer. Dankjewel.